in de halve finale, Cruises 20-44. En we zien daar een hele goede start van Richard van Zomeren. Maar die zit nu op het ogenblik op de tweede positie. En is het dan Ton van Dinter die daar al de koppositie inderdaad in handen heeft genomen. Met op een tweede positie inderdaad Richard van Zomeren. De 410 van Roger van der Raad op die derde positie. De vierde positie, daar is het nog niet onbestreden hoor. Oh, de derde positie ook niet. Ze zitten heel dicht daar bij elkaar. En is het even kijken met je Michael van Molen op die derde. En dan komt de man binnendoor. De man binnendoor. En glijdt daar onderuit. En zo is de man moeten bekopen met een val.